tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Moet je een boek over schrijven? Dingen die jij hebt meegemaakt, dat maakt een gemiddeld mens zijn hele leven nog niet mee. Ja, ik ben dat ook van plan, maar alles op zijn tijd. Trouwens, bedankt dat jullie me een klein beetje hebben laten uitrazen. Ach, we mogen wel zeggen, een zware dag achter de rug. Zoals gewoonlijk, toch? Hm? André, Suzanne, ik zie dat jullie ons probleem al hebben opgelost. Probleem? Ja, Frans belde af, we komen nu een spelertekort voor ons pokerclubje. Tenzij Daniel niet mee wil spelen. Pokeren? Nee, inderdaad, dat is niks voor mij. Nee, Daniel houdt niet zo van pokeren. Omdat hij steeds verliest. God, is het mogelijk? Drie zakenmannen die denken dat ze iets voorstellen gaan zitten pokeren op een hotelkamer. Dat is toch niet te geloven? Nou ja, het is anders wel de enige manier waarop mannen buiten het werk om nog een beetje tegen elkaar kunnen opbieden. Dat is toch zo? Nou, ik moet zeggen, het klinkt ook heel aantrekkelijk. Alleen ik ben bang dat het een beetje boven mijn stand is. Dan spelen we met fiches in plaats van met geld. Okay. Met fiches? Ja. Het gaat toch om het spel, niet om het geld. Hè, Daniel, doe mee, joh. Het kan schelen. Ja. Wat heb je te verliezen? Veel. Oké, fiches, ik speel mee. Okay. Goed. Dan laat ik de heer alleen. Ik heb nog een afspraak. Tot zo. Geef nou eens gewoon antwoord. Ik wil meer over je weten. Jij geeft niet snel op, hè? Bij het onderwerp blijven, Peter. Vertel eens hoe je je voelde toen je ontdekte dat je een pleegkind was. Ja, mijn hele wereld stortte in. Ja, dat klinkt misschien een beetje overdreven nou, maar zo voelde ik dat toen. Ja, wat moet ik er nog meer over zeggen? Ben je nog op zoek gegaan naar je echte moeder? Ja, maar dat leverde niet veel op. Maar ik praat er liever niet over. Vertel jij eens wat over jezelf. Hey, Peter. Hey. Hey, hoe is het? Goed hoor. Ja, met jou? Een beetje stil, zoals onder Dian, ja. Hè? Hey, dit is Anita. Anita, Tim. Weet je, het vriendje van Dian, de dochter van Jeff en Karen. De ouders van John. Nou, kom op, die oom en tante van Arnie, die met Linda is, waar wij zo naartoe gaan. Ja. Dag, Tim. Ja. Hey, allebei een pilsje? Ja, lekker. Ja. Oké. Okay. Riksje. Hm? Doe mij drie pils. En blijf je vriendin weer slapen vannacht? Schenk nou maar in, bemoei er niet mee. In verband met het ontbijt bedoel ik. Ik wilde Peter net meenemen naar een café waar ze echt fantastische live muziek hebben. Maar we moeten geloof ik naar een welkomstfeestje voor die Arnie. Hmm. Heb je zin om mee te gaan? Ik weet het niet. Het is bij de ouders van mijn vriendin. Oh, nou, maar wat maakt dat nou uit? Het is juist gezellig. Je zei toch dat ze weg was? Ja, ze doet mee aan een zwemkampioenschap. Ja. Hoe lang blijft ze nog weg? Oh, nog een paar dagen. Zeg, maar was jij niet met Peter? Oh nee hoor, dat stelt niks voor. Pas. Ik ook. Ik niet, ik wil zien. Oké. Okay. Three of kind. Full house. Hm. Ben ik even blij dat we niet met geld spelen? Dat je nou zo'n beetje mijn halve bedrijf in handen had. Hey, ik sta er zelf ook van bekijken. Het is in het verleden wel eens anders geweest. Ik heb er geen zin meer in. Die stomme fiches. Dat is verdomme net een flowie-spel. Rien houdt meer van Monopoly. Ik heb hem nooit zien winnen. En toch probeert hij iedere keer weer opnieuw. Gek, hè? Maar anderzijds, ik hou het ook voor gezien. Ja, dat is nou jammer. Je begint net lekker op dreef te komen. Ik ben de spelbreker hier. Goed, als jullie om geld willen spelen, dan trek ik me wel terug. Hey, waarom speel je niet gewoon door en betaal je later wat je ons eventueel schuldig bent? Nou, anders schiet ik je wel wat voor. Wie deelt?
is. Ze maakt het wel erg bont, hè? Nou, zullen we dan maar? Ik heb niet zoveel tijd. Heel even nog. Rustig nou, Simon. Je moet hele nacht niet naar huis brengen. Ah, laat maar. Ik neem wel een taxi. Zeg, ik ga nu. Ik heb nog een afspraak. Dag. Ja. En, is mijn broertje blij dat zijn zusje weer terug is? Schat, zolang jij mij niet in de problemen brengt, vind ik alles prima. Ik, even iets doen. Je kunt het hem niet kwalijk nemen dat hij zich een beetje laat gaan, hè, na alles wat hij heeft meegemaakt. Hij moet wat stoom afblazen. Ik was toch niet van plan lang te blijven. Hé, maar vertel eens even, wat heb je allemaal meegemaakt? En toen gaf ze je die tickets. Voor niks. Omdat ze zei dat ik haar de mooiste nacht van haar leven had bezorgd. Gaan die vrouwen voor je door het vuur met. Ja, dat zal wel. Maar ik ben blij dat je terug bent. Dames en heren, mag ik even uw aller aandacht? De geruchten waren niet van de lucht, maar hier komt dan het ware verhaal van twee Nederlanders in de vreemde. Zojuist terug uit Big Apple, Arnie Alberts en Linda Dekker! Oh! Ja. Dank u voor dit hartelijke welkom. Maar dan nu waar u werkelijk voor gekomen bent. Het relaas van uw liefde die oceanen overbrugde. Luister. Ik wilde een eindje hogerop, want mijn leven was een flop. Dus ging ik naar Amerika en gezellig naar mijn pa en ma. Maar in plaats van geld en goud, vond ik de vrouw van wie ik hou. Linda Dekker! Oh. Ik riep alle Arnie, kom me redden, want ik voelde me verloren. En hij sprong over onze bedden en pakte me af van hooggenomen. Sanne, je kunt erbij hoor. Onze zwemkampioen heeft zichzelf geloof ik een spreekverbod opgelegd. Het is maar dat je het weet. Mark? Kom je tante aflossen of zo? Ik vond het heel moedig van je. Wat je deed toen je in het zwembad sprong, maar dat je dacht dat ik verdronk. Ik zit mezelf nou helemaal graag voor loon. Nou ja, het was toch helemaal niet zo vreemd om te denken dat ik zou verdrinken? Oh nee. Volgens Sander probeer ik alleen maar indruk op je te maken. Nou, dat meent ze niet. Dat is een van haar plagerijtjes. Het gaat er toch om wat ik denk? Of niet? Nou, Peet, bedankt dat je langs wilde komen. Ja, nou, waarschijnlijk is het gewoon een kwestie van een nieuw leertje, dus... Ja? Laat het maar aan de expert over. Nou, je weet waar de rekening toe moet. Ja! Hier. Dank je. Was dat niet erg om blind te zijn? Ja, maar op een rare manier was het ook een uitdaging. Maar je zal toch ook wel flink depressief zijn geweest? Ach, ik probeer zo normaal mogelijk te leven. Bij vrienden op bezoek, sporten, werk. Je hebt je eigen manier van oriënteren, daar wen je aan. Je weet ook trouwens niet beter. Ik voel het. Een en al spier. Nou, precies wat ik al dacht hoor. Het leertje was versleten, dus ik heb er een nieuwe in gezet. Oh, mooi, bedankt. Zullen wij gaan? Ja. Hé, hey, Tim, ik zie je. Ja. Tot gauw. En, Rien, iets verdachts gevonden. Er klopt gewoon iets niet. Ik krijg de hele avond alleen maar slechte kaarten. Dat kan gewoon geen toeval zijn. Laat hem voortaan winnen om van het gezeur af te zijn, oké? Nou. Hé, hey, moeten we dit gauw nog eens een keertje overdoen? Wat jij, Daniel? Wacht eventjes. Geef me wat tijd om op mijn lauweren te rusten. Hé, hey, Suzanne. Nou, je had het niet beter kunnen timen. Ik zie het. Iedereen blut? Alleen Rien. Hey, zal ik iets te eten bestellen? Niet voor mij, hoor. Kom op, Rien. Yo, wat is het nou 500 gulden voor iemand die miljoenen opdrachten door zijn vingers heeft laten glippen? Ik vind het gewoon heel toevallig. Mag ik? Ik dacht dat jullie niet om geld zouden spelen. Ah, joh. Zonder geld was het toch niet spannend. Hé, hey, ik zie je. Frits, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Kom. Gaan wij naar de familie Alberts. Kijken hoe de zaken er daarvoor staan. Nou. Ik zal de jongen toch eens wat goede manieren bijbrengen. Wanneer zal hij ooit tegen zijn verlies kunnen? Suzanne? André?
Veel plezier nog, hè? Dank je. Nou, zal ik dan maar voor ons tweetjes bestellen? Heb je veel geld verloren? Wel, nee, nog geen 100 gulden. Maar je had Riede moeten zien, die bleef maar inleveren. Ik zie wel weer waar jouw prioriteiten liggen. Eerst gokken en dan het meisje. Je kunt het ook zo zien. Het beste wordt voor het laatste bewaard. Ik begrijp je standpunt, Helen, maar ik ben het absoluut niet met je eens. Nou, zullen we het daarbij laten? Jij praat over iemand de ruimte geven. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat je Anita aan de lot overlaat. Ja, zo zie jij dat. Maar ik probeer haar de ruimte te geven zelf dingen te ontdekken. Ja, maar dan hoef je er toch niet iedere avond over straat te laten zwerven. Maar Anita weet heus wel waar de grenzen liggen. Huisje, onderschat haar. Ik zou het heel vervelend vinden als we met ruzie uit elkaar gaan, Gerard. Ruzie? Ik vind het juist een hele stimulerende discussie. Stimulerend? Ja. We hebben het over het leven van je dochter. Ja, en? Je staat hier niet voor de klas. We hebben het over een mens, niet over iets abstracts. De meeste mensen beginnen hun kinderen al in een vroeg stadium met hun eigen ideeën te indoctrineren. Nou, dat probeer ik nou te vermijden. Natuurlijk heeft ze al veel van mij overgenomen, al of niet bewust. Maar ik wil niet dat Anita een kloon van haar vader wordt. Ik wil dat ze een zelfstandig denkend individu wordt. Nou, wat is daar nou fout aan? Dat zeg je alleen maar om jezelf te rechtvaardigen. Anita is voor jou gewoon het zoveelste experiment. Een manier om je theorieën te toetsen. Maar wat gebeurt er als het experiment mislukt? Dan is Anita de dupe en niet jij. Dat is toch absolute onzin? Niks experiment. Je weet niet wat het betekent als kinderen en ouders op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. Waar halen die twee het lef vandaan in zo'n mobiele te komen vallen? Nou, laat maar, dat doen ze altijd. Vertel me liever eens wat je van plan bent te gaan doen. Ik heb zo'n plannen, maar het lijkt me beter dat ik die nog even voor me haal. Je kan natuurlijk voorlopig toe met wat je in Amerika verdiend hebt. Jawel, het valt een beetje tegen, maar aan de andere kant was het een hele leerzame ervaring. Hey, Peet. Hey, was je thuisnummer vergeten? Nee, joh, nee, we zijn terug was, joh. Hey, dit is Anita. Hallo. Hey, en sorry dat we zo laat waren. Ken ik jou nergens van? Heb ik niet bij je vader in de klas gezeten? Kan dat? Dendermonde? Ja, dat klopt. Dat je dat nog weet. Ja. Hey, wat leuk dat je toch nog gekomen bent. Bedankt voor je telefoontje. Ja. Telefoontje? Nou, om te zeggen dat je wat later kwam. Ja, oh ja, 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 nee. Ik dacht, laat ik maar eens naar me bellen, want anders zitten jullie misschien op ons te wachten. Nou, kom, laten we snel wat eten voor het op is. Jezus, nou is het wel genoeg, Simon. Dan mag ik dat misschien zelf uitmaken? Ja. Heb jij het ook niet verboden om de grootste stommiteit van je leven te begaan? Precies. Dus zeker niet en gaan wat te drinken voor me halen. Tijd dat er hier wat leven in de brouwerij komt, is zeker bij jou. Heb je nog over mijn aanbod nagedacht? Ik heb nog steeds werk nodig, net als Arnie, en iets voor mezelf, alleen dat doe ik niet. En een huis, niet waar? Nou, als je iets betaalbaars weet, graag. Mag ik even in ieders aandacht? Hey, speech, Arnie, ja, ja. Nou, ik wil jullie eerst allemaal bedanken voor deze geweldige ontvangst. Maar ik wil ook even een applausje vragen voor de mensen die tenslotte allemaal weer op moeten ruimen. Jeff en Karin. Ja, 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 dat had je gedacht. Ik ruim het niet op. Ja, ik ook niet. Absoluut niet. Voor mij was het niet meer dan een te kort uitgevallen vakantie naar New York. Maar Linda had al bijna een nieuw bestaan opgebouwd. En het is des te moediger dat zij weer is teruggekomen. Dit feestje is dan ook speciaal voor jou bedacht, denk ik. En ik weet zeker dat jullie het geweldig vinden dat Linda weer in ons midden is. Waar of niet? Ja, ja, absoluut. Zeker. 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 Ja, nee. Ik weet ook dat er mensen zijn die vinden dat ik haar niet bij Herman Hoogendoorn had weg mogen halen. Maar in de liefde is alles geoorloofd. Ja, ja, ja. Okay. Nou, verder kan ik jullie mededelen. En dat is ons aandeel in dit surprise gebeuren. Dat Linda en ik vanaf morgen naar ons eigen liefdesnestje zullen verhuizen. We hebben een eigen flat. Zie het als een moderne vorm van huwelijk. Wauw! Nou, en wat is daarop uw antwoord? Linda, Maria, Corinola Dekker. Ja. Schattig. Dit is ook mijn huis. En als ik iemand te eten uitnodig, dan heb ik daar het volste recht toe. Zonder eerst met mij te overleggen, je wordt bedankt. Het zijn heel aardige mensen. Dat kan best wel zijn, maar ik kan toevallig niet vanavond, dan had je het eerder moeten zeggen. Wat is er dan zo belangrijk dat jij niet kan? Ik heb een afspraak. En hoe moet het dan met het eten? Dat is jouw probleem. Ja, ik kan niet koken, dat weet je.
En ik ook niet vanavond. Ga uit eten of laat iets bezorgen. Oké, ik weet dat ik je voor een voldongen feit zet, maar ik kan er niet onderuit. En ik ook niet onder mijn afspraak. En wie is dat dan, waarmee je afgesproken hebt? Dat zie je nog wel. Ken ik hem? Nee. Ik kan toch maar zeggen hoe die heet? Frits van Houten. Tevreden? Van Houten? Komt me vaag bekend voor. Als je meer over hem wilt weten, dan vraag ik het maar aan Peter, want die kent hem wel. Nou goed, ik kook wel iets voor jullie, maar ik blijf niet. Weinig keus. Als je dat dan maar eens realiseert. Ja. Ik begin zo langzamerhand genoeg te krijgen van al die wedstrijden. Ik weet dat je Mark niet mag, maar je moet toch toegeven dat hij fantastisch zwemt? Ik hoef helemaal niks toe te geven. Die jongen kan uitstekend zorgen voor zijn eigen publiciteit. Oh, nee, hè. Wat is er? Oh, die coach van Mark. Vreselijk. Wat zeur je nou? Erop af. Ik val toch helemaal niet op die types. Uh-oh. Je moet bij hem komen. Anders komt hij je halen. Oh, moet ik daar nou weer mee? Nou ja, vooruit erop af. Wat verander jij snel van gedachten, hè? Ik moet toch iemand hebben om tegenaan te kunnen kankeren? Hoi. Hoi. Gaat het lukken morgen? Misschien, en jij? Ik weet niet, die andere meiden zijn veel sneller. Sneller dan ik ben. Ja, daar ben jij in het voordeel. Hoezo? Nou, jij hebt je kracht gespaard voor de wedstrijd zelf. Let maar op, je zwemt ze er allemaal uit. Hey, sorry dat ik hier zo kom binnenvallen. Al geen probleem, hoor. Ik zat net aan het ontbijt. Neem maar een croissantje als je wil. Nee. Mag ik een kop koffie? Ja, natuurlijk. Ja? Vertel op, wat is je probleem? Nou, John die geeft een heel groot feest dit weekend. Mm. En ik vroeg me af of je zin had om met mij mee te gaan. Ja, graag. Ja? Ik vond gisteren ook heel erg leuk. Ja, ik ook. Het is wel leuk om iedereen zo samen te zien, vind je niet? Oh, dat weet ik helemaal niet. Ik ken ze helemaal niet. Mm. Voor mij bestaan er eigenlijk maar twee soorten mensen. Interessante en vervelende. Jij hoort natuurlijk bij de eerste. Oh, dank je. Ja, en die vriend van je, Tim. Die hoort er ook bij. Mm. Ja, Tim is echt een doorzetter, hè? Die jongen heeft power. Voor een blinde lijkt me de enige manier om te overleven. Nee, zo is hij gewoon. Geen wonder dat die Jan zo gek op hem is. Ik heb die twee nog nooit samen gezien. Wat is dat voor iemand? Nou, Jan is het zusje van John, hè? Maar ze is nu zwemkampioenschap aan het doen in het zuiden ergens. Dus daarom heb je ze nog nooit samen gezien. Maar ik geloof dat ze de hele dag zitten te bellen, die twee. Nee, die krijgt niemand uit elkaar. Vergeet het maar, ik blijf gewoon lekker thuis. Ja, maar dan is het net als ik je tegenhoud. Onzin, ik heb gewoon geen zin om uit te gaan. Dat is niet waar, want je zei zelf tegen mij dat je het een leuke man vond. Voor een spierenwinkel, ja. Ik laat jou onder geen beding bij Mark achter. Ik kan heus wel van mezelf afbijten. Nou, schiet op bij hem terug, want dat heb je beloofd. Een zwemcoach? Ik weet het niet. Mark is niet thuis, ik heb een beetje hoofdpijn, ik ga vroeg naar bed. En als het je gerust stelt, dan doe ik mijn kamerdeur op slot. Hm. Het gaat mij er alleen maar om dat er geen dingen gebeuren die jij niet wil. Maar je hebt gelijk, je kunt best voor jezelf zorgen. En ik ben eigenlijk best toe aan een verzetje. Ik denk dat er niks anders op zit dan ons in het onvermijdelijke te schikken. Ja, of Daniel moet nog iets weten. Nou, ik denk dat zelfs Daniel hier machteloos staat. Ja. Hé, hey, trouwens, sorry dat ik zo lang wegbleef, maar ik moest nog even langs het politiebureau. Vanwege Margriet. Margriet? Ja. Ik hoopte dat ik nog iets voor haar kon doen. Na alles wat ze Simon en Annette en mij en jou heeft aangedaan? Ja, ik heb hem natuurlijk van heel dichtbij gekend, dat moet je niet vergeten. Wat ze gedaan heeft, is verschrikkelijk. Maar ze is natuurlijk maar ten dele verantwoordelijk voor haar daden. Ik begrijp haar verdriet wel. Sorry hoor. Maar na alles wat er gebeurd is, kan ik die grootmoedigheid absoluut niet opbrengen. Heb ik daar een afspraak vooraf gezegd? Om jullie te horen bekvechten? Ga zitten, we hebben grote problemen. Wat is er nou weer? Rien is op weg hier naartoe. Ontruimingsbevel. Ja, dat kan niet. Wij hebben een huurcontract. Ja, volgens Rien heeft het bestuur de huur te laat overgemaakt. En dat geeft hem het recht ons zonder pardon op straat te zetten. Hadden we de kleine lettertjes maar beter moeten lezen. Dat is toch niet te geloven? Alles wat we hebben gedaan om hier te kunnen blijven zitten. Dat is nog een klootzak. Wat zei je, Daniel?
Jij denkt waarschijnlijk dat je gewonnen hebt, Jochie. Nou, dan ben je kennelijk niet op de hoogte van het huurrecht. Toch wel. En zorg voortaan dat de huur op tijd is. En waaraan hebben wij dit zogenaamd genereuze gebaar te danken? Als je me wat beter zou kennen, zou je dat niet hoeven vragen. Ik kan je niet dwingen. Goedenavond, mevrouw Schelondi. Wat had dat nou weer te betekenen? Hoi. Hoi. Sandra er niet? Nee, die is met jouw coach naar een feestje. Heb je dat voor elkaar gekregen? Vraag liever hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Waarom zou je al die moeite doen? Omdat ze er recht op heeft. Maar ze hoeft toch niet altijd alleen op mij te passen? Mark de Moor. Ja, hallo Mark, met Tim Waterman. Is die Jan er ook? Ja, momentje. Je vriend. Wat? Nee, nu niet. Bedenk maar wat. Ja, hallo? Ja? Ja, ik heb even gekeken. Ze is er niet. Ze is uit met Sandra. Oh. Weet je ook misschien wanneer ze weer terugkomt? Nee, geen flauw idee. Nou, zeg haar maar dat ik gebeld heb. Ja, zal ik doen. Oké. Okay. Dag. Dag. Waar hebben we gebleven? Ja, nu even niet, sorry hoor. Wat heb ik gedaan? Niks. Je kunt niet altijd alleen aan jezelf denken. Jij hebt nog steeds geen zin om bij ons terug te komen? Mm-mm. Geen denken aan, ik heb prima naar mijn zin. Een beetje klussen met Jan Henk. Ja. Ik hoorde dat je een nieuwe vriendin had. Anita Dendermonde. Nou ja, ja, vriendin. Oh, die Anita. Ja. Ook weer zo iemand die zich in de nesten werkt. Kijk maar uit. Waarom? Dat ben ik toch gewend? Kijk toch maar uit. Laat je niet op hem insteken. Oké. Ik moet even... ik moet even bellen. Op de onvolmaakte mens dan maar. Jan? Nee, sorry. Je spreekt met Peter. Oh, Peter. Wat kan ik voor je doen? Nou, John vroeg of ik je wilde zeggen dat hij dit weekend een heel groot feest geeft. Heb je zin had om te komen? Nee, sorry, mijn hoofd staat er niet zo naar nu. Oh, wat is er dan? Nou, ik probeerde net Jan te bellen en een jongen nam op. En die zei dat die Jan er niet was. Maar volgens mij was er wel en... Ja, goed, ze wil gewoon niet met me praten. Hmm. Nou, dat kan natuurlijk maar één ding betekenen, hè? Ach, nee man, je houdt er weer wat in je hoofd, jij. Morgen denk je er weer heel anders over, wedden? Nou, ik denk van niet. Maar in ieder geval bedankt voor je telefoontje. Oké. Okay. Ja? Dag. Dag. Oh, Anita. Hoi. Hoi. Kom ik ongelegen? Je kijkt zo moeilijk. Ja, ik heb me wel eens beter gevoeld, dus waar. Mag ik even goed binnenkomen? Ja? Kom je voor iets speciaals? Zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Je zei gisteren dat je je eenzaam voelde. Nou, er is maar één remedie tegen. Gezelschap.